Door het goede eten wat ik vanavond heb gegeten, voel ik me. Ik dacht dat ik me niet zo goed gevoelde had. Maar ik voel me toch nog wel beter. Shaky. Cheers. Echt zeker beter lekker. Mensen, dat is jullie iets weten. Onze andere mixer is kapot, dus daarom lenen we deze van Jacqueline, mijn oma. Hallo, even een update van deze woensdag. Ik voel me super goed. Net zoals gisteren. Helemaal geen last meer van dat ik geen koffie heb. Wel af en toe een beetje veel trek in dingetjes. Gewoon zin in dingetjes. Maar nog steeds gewoon met de voeding gaat alles gewoon prima. Ik ben nu lekker aan het editen. En ik ben net met Dexie naar de dierenarts geweest. En ik ga zo Yola ophalen met de vriendinnetjes. En dan gaan we met z'n allen middag eten hier. En gaan hun waarschijnlijk lekker allemaal aan het brood en zo. En ik aan iets anders. Zijn jullie lekker aan het eten allemaal? Ja. En ik mama? Mag dat niet. Ik heb eten van gisteravond wat nog over was. Lekker. Dat is heel pittig. Dat is heel pittig inderdaad. Dat is heel pittig. Ik heb het gisteravond gegeten. Maar ik voel me wel een stuk lekkerder. Ja, voelt je een stuk beter door al dat gezonde eten, toch? Aha. Ik ga nu proteïne repen maken. Ik ben al begonnen met havermout, amandelen, amandelmeel. En er komt straks nog van alles bij. Maar ik wil echt heel graag even proteïne reepjes maken. Omdat ik morgen moet werken. Morgen moet ik vliegen de hele dag. Dus dan is het wel handig als ik dat bij me heb. En ik heb ook vaak zin in een tussendoortje voor wat extra eiwitten. Dus, that's what I'm gonna make. Heerlijk. Wel even blussen? Alweer blussen. Vet pittig is het eten. Meteen mijn eten. Goedemorgen. Hallo en... Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga straks vliegen en we moeten eerst nog naar de tandarts. Het is super vroeg. Ik ben om 7:30 opgestaan en Bart is weg. Bart is op windsport. Wel een beetje tempo maken hier dan. Weer met deze dag met een gezond ontbijtje en dat is een shaking. Natuurlijk lastig als je de hele dag onderweg bent. Yola die moet naar school en ik moet werken, dus wat heb ik gedaan? Gisteren hebben we deze voorbereid. Oké, dus je moet 3 dingen noemen waar jij vindt dat ik goed in ben. Vloggen. Heel lekker eten maken. En het heel gezellig in huis hebben. Ah. Eindelijk thuis. Wat een lange dag. En het is nu 7:10. Want ik was pas om 6:00 terug van mijn werk. Toen moest ik Yola ophalen van de opvang. Toen doorrezen naar mijn schoonouders om taxi op te halen. En nu is het dan iets over 7:30 en ik wil eigenlijk dat Yola om 7:00 al naar bed gaat. En dus wordt het een beetje moeilijk met avondeten. Dit zou dus zo'n moment zijn dat ik een soepje of zo zou maken. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Gelukkig heb ik nog steeds eten van gisteren over.
En ik ga even goed gewoon het eten maken wat in het recept staat. Voor mezelf. En dan laat ik Jola gewoon vast even eten wat voor gisteren was, denk ik. Als het niet lukt. Nou, alweer hetzelfde eten als gisteren. Maar mama eet wel het andere. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Het is mama's verantwoordelijkheid. Vandaag maak ik toch maar even het receptje van dag 5 in plaats van dag 4. Omdat die van dag 4 echt 45 minuten duurde en deze maar 15. Nou, het is 8 uur. Ik ben hartstikke kapot. Ik merkte trouwens wel echt vandaag. Ik denk echt dat dat door het eten komt. Dat ik echt in mijn energielevel veel stabieler ben. Dus ik ben echt gedurende de dag veel minder. Natuurlijk ook doordat ik geen koffie drink. Maar natuurlijk ook door veel minder suiker. Dus mijn suikerspiegel is echt heel stabiel. En dat voelt heel prettig. Het enige is dat ik dus aan het einde van de dag normaal om 8 uur nog niet zo moe ben. En nu ben ik echt heel erg moe. Dat ik echt... Ik opende dus net de recharge mail en er staat een opdracht in voor vandaag. En dat is dus een hele lijst met allemaal dingen die ik moet invullen. En daar ga ik nu even een half uurtje de tijd voor nemen, want ik heb nog tot 8:30 en dan mag ik niet meer op de computer. Maar ik vind dat wel echt heel leuk om even in te gaan vullen. Maar ik merk wel echt dat ik echt moe ben, want ik denk wel echt van oh, helemaal gaan invullen. Terwijl normaal vind ik het heel leuk om zulke dingen in te vullen. Dus nou, dat ga ik nu nog even dit half uurtje doen. En daarna gaat de computer uit. En dan ga ik nog even wat yoga thuis doen. Want dat kan ik niet in de sportschool doen vandaag. Omdat Jola en ik alleen thuis zijn. Dus dan ga ik niet weg. En nou ja, verder heb ik dan alles wel een beetje gedaan van de dag. En dan ga ik nog eventjes leren. Want ik moet ook nog steeds voor het vliegen, mijn examen volgende week, moet ik echt rete veel leren. Dus ja, het houdt maar niet op vandaag. Maar goed. Hallo! En we zijn bijna. Ja. Voortmaken. Oh ja, we gaan voortmaken, sorry. Doei!